Waterschap Hollandse Delta beheert het oppervlaktewater en het afvalwater in een uniek deltagebied. Leven en werken met water is onze kerntaak. Samen met onze partners in agrarische, industriële en stedelijke gebieden. Met het ambitiedocument bereidt het waterschap zich voor op de veranderingen in de toekomst. We moeten zuiniger met water en grondstoffen omgaan. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, er zijn langere periodes van droogte en er zijn steeds zwaardere regenbuien. We willen dat mensen veilig zijn en beschermd blijven tegen overstroming. We willen voldoende zoet water in sloten en kanalen. En we willen wateroverlast en regen beperken. We willen in 2030 energie-neutraal zijn. Verduurzaming van energie vraagt om minder energieverbruik, duurzaam opwekken en verstandig inkopen. In 2050 willen we onze kerntaken volledig circulair uitvoeren. Hergebruik van producten, van grondstoffen en van water. Onze focus verschuift van effectief en efficiënt zuiveren naar het produceren van schoon water, energie en grondstoffen. Graag nodig ik u uit tot samenwerking. In een vroeg stadium, bij creatie van processen en bij de uitvoering van projecten. Wij zien dat als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om onze ambities te kunnen waarmaken zijn ook innovatie en digitalisering belangrijk. We willen onze assets goed beheren, budgetair vooruitkijken en meerwaarde creëren. De KOPS van de Omgevingswet vereist een hoger niveau van dienstverlening. We willen dat doen samen met belanghebbenden en met onze partners, zoals gemeenten en projectontwikkelaars. Als u iets wilt, dan kijken hoe we dit samen kunnen realiseren. Wat kan Waterschap Hollandse Delta zelf? En wat kunt u beter? Ik hoop dat u mee wilt werken aan onze ambities. Ik nodig u van harte uit.